overkomt u dat? Het is geweldig om een kampioen te worden en 60 jaar bestaan. Dat is wel apart, hè? Ja, dat is heel apart. Ook een apart gevoel. Als u me dat had gezegd voor deze competitie, had ik u voor gek verklaard. Dat heeft u net ook gehoord van de trainer. Ja, we hadden daar helemaal geen fiducie in. 9 nieuwe spelers in gepast. En gaandeweg het seizoen is dat allemaal beter gegaan. Het is in elkaar gevallen en nou, tijdens ons 60 jaar bestaan kampioen, het is niet mooier. En op nog precies de dag dat 45 jaar geleden was dat we voor het laatst kampioen werden. Toeval bestaat niet, zeggen ze dan, hè? Hoe ziet u de toekomst van ASV? Heel florissant. Echt, we groeien nog steeds. Vooral bij de jeugd groeien we en dat is een positief gegeven. Heel veel mensen uit Almelo brengen eigenlijk hun kinderen hierheen, omdat het nog kleinschalig is, vertrouwd en wij vangen de jeugd echt goed op en dat spreekt zich rond in Almelo. Dus kinderen komen hier graag, ouders komen hier graag. Je ziet ook, we hebben 6 seniorenelftallen, grotere verenigingen in Almelo hebben soms wel zelfs mindere seniorenelftallen. Nee, ASV is hot, ja, dat kan ik niet anders zeggen. Verschillende meisjesteams, ook bij de jeugd, maar dat groeit dus nu door en dan hebben we echt een damesurfentaal, senioren. Ja, dat is eigenlijk wel uniek. Ja, dat is ook leuk om te zien. Ze zijn ook fanatiek, ze trainen 2 keer per week, hebben ook 2 trainers erop staan. Dus ze willen dit jaar kampioen worden. Hoe ziet u de sportieve toekomst van ASV? Ik denk komend seizoen, dat werd net ook al een beetje gememoreerd, dat we wel een goede toekomst hebben, ook in de 3e klas wel. Er zijn wat jongens bijgekomen, bijna weggegaan. Onze selectie is dus breder geworden, nog sterker vind ik zelf. Dus we hebben een goede toekomst, denk ik wel, ja. Ik hoorde van de meneer van de KNVB dat er nog heel wat moet gebeuren bij jullie. Wat moet er gebeuren volgens hem? Een beetje fanatieker en een beetje sneller allemaal. Ja, dat zei hij, maar toen wist hij niet wat wij voor mensen er binnen hebben gekregen. Nee, het gaat allemaal wel sneller en het gaat ook allemaal wel beter. Ja, echt waar. Nee, ik heb er echt vertrouwen in volgend seizoen. Heb je al een nieuwe trainer? Ja, René de Visser. Die komt van TVC. Vroeger profvoetballer bij Heracles geweest. Daarna geblesseerd geraakt. Daarom is zijn profcarrière afgebroken. Is naar HAC gegaan, altijd daar gevoetbald, later ook getraind. En toen is hij volgens mij naar TVC gegaan en nu hier. Nee, maar u kent een beetje zijn resultaten, zijn manier van trainen? Ja, zijn manier van trainen. We hebben hem ook een beetje in de gaten gehouden. We hadden ook wel een voorkeur voor hem. En we hebben alle vertrouwen in hem. Anders hadden we hem echt niet aangenomen, nee. Nee, want jullie zijn een beetje een familiebedrijf, Epps en Zoetjes dan, hè? Ja, een familiebedrijf. Wie hier komt, blijft hangen, ja. Ja, dat kan ik van mezelf vertellen ook. Ik kom uit Almelo, ik woon nu in Adorp, maar ik ben ook blijven hangen, ja.